Hi allemaal, vandaag doe ik een avocado masker zoals je kon lezen in de titel. En het is een à la Cardi B, dus eigenlijk heb ik hem een beetje gekopieerd van Cardi B. Maar ik kwam er ook wel achter dat ik een paar dingen vergat. So excuse me als ik niet precies hetzelfde heb gedaan. Maar ik kwam dus op dit idee doordat ik in mijn laatste proteïne boost video een reactie had gekregen van Lucia Sonia. En zij zei dus dat zij vaak zelf avocado maskers doet. Of misschien zei je niet eens dat je vaak zelf avocado maskers doet. Maar in ieder geval, je zei wel dat je avocado maskers deed of hebt gedaan. En dat ze goed werkte. Dus toen dacht ik, hey, ik heb een oude avocado thuis. Laat me het ook even proberen. Maar ja, alle ingrediënten die hebben dus hun eigen werking. Ik heb het ook een beetje hierbij beschreven. En ik zal het ook nog wel in mijn blog nog even allemaal... Weet je, op een rijtje zetten zodat je dat nog rustig kan doorlezen. Dus check die ook zeker nog. Ik zet hem hieronder in de beschrijving. Maar het idee van dit masker is dus om je haar te hydrateren en ook te versterken. Tenminste, als ik moet geloven wat ik allemaal op internet heb gelezen over de ingrediënten. Maar ja, het is eigenlijk ook wel heel makkelijk als je alles in huis hebt. En toevallig had ik alles in huis. Maar wat mij eigenlijk zo trok aan dit masker is dat het een soort crème-achtig masker moet worden. De substantie moet samen zeg maar crème-achtig worden. En ik dacht dat is wel een stuk handiger als de ei met olijfolie mix, weet je wel, die ik hiervoor ook heb gedaan. Als je die nog niet hebt gezien, check dan ook vooral de beschrijving en ik link hem ook nog hierboven. Maar omdat je dit dus allemaal blendt, wordt het dus een soort van zachte crème. Maar ik moet ook wel zeggen, ik was hiermee bezig en toen dacht ik, waarom gaat het zo moeizaam, weet je, dat mixen. Kom ik er dus achter dat ik de olijfolie was vergeten. Of in ieder geval een soort van olie. Ik heb wel heel wat varianten gezien van deze avocado à la Cardi B masker. En het lijkt alsof iedereen gewoon doet wat bij hun past. Dat ze niet per se die van haar helemaal volgen. Maar dat ze gewoon kijken van oké, als ik zelf al een argan oil gebruikte. Dan doe ik die ook nu in dit masker in plaats van misschien de castor oil of zo die Cardi B gebruikt. Maar ja, wat ik al zei, zo heb ik ook een beetje mijn eigen remix gemaakt. In de basis is hij wel hetzelfde, maar ja, jij kan dus ook gewoon variëren. Hier zie je mijn haar. Ik had dus mijn haar, ik weet niet hoeveel dagen daarvoor gewassen en gewoon in vlechten gedaan. Dus dit is eigenlijk een beetje een braid out. En de olijfolie die ik was vergeten, die voeg ik er dus alsnog bij. Want ja, wat is dit masker zonder een olie? En dit roer ik gewoon samen. Ik doe dit niet nog een keer in de blender, want niemand heeft tijd. Mijn haar was in ieder geval schoon. Wat ik wel bij heel veel mensen zag die dit ook gingen doen, was dat ze eerst hun haar gingen uitkammen. Me. No way. No way, José. Ik ga echt niet mijn droge kroeze haren zomaar kammen. Als ik het niet ga vlechten. Dus ik dacht al, dit skip ik. Want jij moet vooral voor jezelf kijken als je dit gaat doen. Of jij je haar gewoon gaat kammen. Ze hadden het over van detangling en bla bla bla. Masker zou wel beter bij alle strenge haar opnemen. Nou, dan maar niet alle strenge haar. Mijn haar was al uitgekamd toen ik het zeg maar ging wassen, toch? Dus ik vind het wel prima zo. Maar ja, het masker verdeel ik gewoon... zo goed mogelijk over mijn hele haar. En ik concentreer me ook vooral weer op de puntjes. Want ja, die zijn er het langst. Dus die zijn het meest kwetsbaar. Ik doe hier zomaar gek. Want kijk, wat je hier achter ziet toch. Hoe mijn haar zeg maar een beetje gekruld is en zo. Dat is, ik weet niet, mijn haar aan de achterkant is sowieso een beetje een ander type. Ik zou zeggen 4B misschien. Dus dat is sowieso, dat heeft sowieso een lossere krulpatroon.
Dus ik deed zomaar extra hier alsof het door het masker kwam. Maar ik heb wel het idee dat het masker echt hydraterend is. Want het andere masker wat ik dan normaal doe, toch? Die ei- en olijfolie. Ik heb het idee dat dat niet per se heel erg hydrateert, maar wel versterkt. Dus ik denk dat ik deze twee gewoon een beetje ga afwisselen. Weet je, de ene maand doe ik dan dit avocado masker en de andere maand doe ik gewoon die olijfolie en ei. En ook weer goed die puntjes. Mijn haar ziet er dus zomaar gekruld uit. Komt gewoon door die braid out ook nog. En ik probeerde wel gewoon echt alle kleine haartjes mee te nemen. Dus aan de voorkant, zijkant, overal. Alles moest gewoon helemaal in het masker zitten. Dus toen ik dat helemaal had gedaan, deed ik een pedaalemmerzak op mijn hoofd. En daarna deed ik ook nog een panty op mijn hoofd, maar dat was meer zodat de zak gewoon goed op zijn plek zou blijven. Want wat ik wel bijzonder vind eigenlijk, is dat hier juist wel wordt gezegd van dek je haar af en laat het volgens mij een uur of zo ongeveer zo zitten. Maar toen dacht ik later van ik heb toch ook gewoon rauw ei in mijn haar. En de vorige keer ging dat niet zo goed als je je dat nog herinnert. Tenminste, toen kreeg ik gestold ei in mijn haar. Dus dat was wel iets waar ik pas aan dacht toen ik onder de douche stond hoor. Maar anyway, dit was ongeveer een uur verder. En ik kijk zo moeilijk omdat het dus helemaal niet lekker ruikt. Het ruikt echt, ik weet niet, je hebt die ei en dan een beetje dat zure van die mayonaise. Ja, dat is niet, is niet echt lekker. Maar ja, ik ging dus gewoon mijn haar uitspoelen onder warm water. Lauw, warm, wat is het? Gewoon de temperatuur waar ik normaal ook onder douche. En ik ging dit dus gewoon eerst uitspoelen. En ik heb geen shampoo gebruikt. Ik weet niet of dat de bedoeling was. Ik heb een co-wash gedaan. Dus ik weet niet of dat nog verschil maakt. Maar ja. Alles spoelde er heel makkelijk uit en ik ging nog dus eventjes checken van heb ik eigenlijk gekookt of gestold ei in mijn haar? Dat was ik even aan het doen. Maar deze procedure duurde allemaal zo lang, ik was kapot. Helemaal kapot. Dus pas later had ik dan mijn haar gefeund omdat ik het weer zou gaan vlechten en zo. Maar dit was mijn resultaat. Laat me weten wat je ervan vond. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. En tot de volgende keer.